Hey, ontzettend leuk dat je weer kijkt naar een van mijn video's. Tof dat je het weet vast te houden om naar mijn video's te blijven kijken. Jij bent op de goede weg. Wist jij dat wij maar liefst elke dag wereldwijd een 500 miljard reaches afzetten? Nou, in 2050 zal er dus waarschijnlijk meer plastic zijn dan vis dat in onze oceanen zwemt. Door mijn passie voor duiken begon ik me steeds meer te realiseren wat voor een enorme plastic soep wij mensen veroorzaken. Om bij te dragen aan een schoner milieu ben ik op zoek gegaan naar een duurzaam, biologisch, maar vooral betaalbaar alternatief voor de plastic rietjes. Nou, in mijn zoektocht kwam ik terecht bij touwstroolrietjes, een sterk natuurlijk en biologisch afbreekbaar product. Echter realiseerde ik me dat we het probleem moeten aanpakken bij de twee bronnen, want er zijn namelijk twee bronnen. Allereerst hebben we de grootgebruikers. Dit zijn horecazaken, grote restaurantsketens en de fastfoodindustrie. Bron nummer 2, dat zijn de meest vervuilende rivieren. Deze vinden we in Zuidoost-Azië. Dit is de tap die op dit moment open staat en ervoor zorgt dat de Ocean Cleanup dweilt met de kraan open. Hiervoor is de Interceptor ontworpen, maar echter zijn er pas 4 ontworpen voor alle 1000 rivieren. Interceptor betekent de onderschepper. De organisatie is momenteel druk bezig door middel van passieve drijfsystemen de wereldzeeën van microplastics te ontdoen. De helft van de microplastic zou naar verwachting in 2024 door middel van de Great Pacific Garbage Batch verwijderd moeten zijn uit al onze wereldzeeën. Two Seas at Risk en de Plastic Soup Foundation zegt ook: na verloop van tijd valt plastic uit elkaar en verandert al het water om ons heen in één grote soep vol met microplastic. Deze deeltjes komen in de marine voedselketen terecht, omdat plankton en andere hele kleine dieren ze verwarmen met voedsel. Dit is de reden dat wij 2% doneren aan de Ocean Cleanup. Zo kunnen zij het verschil maken op zee en wij op land. Win-win toch? Nou, hoe dit u gaat helpen met het verduurzamen van uw bedrijf? Het antwoord is simpel. Verduurzaming is aandacht. Social media is de key vandaag de dag. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Post consequent of adverteer om jouw duurzame ontwikkelingen online zichtbaar te maken. Morgen gaan we in het laatste deel van mijn brochure kijken naar de oplossingen en de voordelen van het product en alle voordelen voor jou als ondernemer. Nou, voldoet jouw onderneming al aan onze duurzaamheidsnormen om in aanmerking te komen voor ons product? Nou, plan je belafspraak in onder mijn video om te sparren over hoe ik je kan gaan helpen. Leuk dat je hebt gekeken, houd het vast en we spreken elkaar snel.